Hi, goedemiddag. Mijn naam is Ilke Venema. Ik ga voor jullie voorlezen uit Moby Dick van Herman Melville, vertaald door Helen uh, Doper. Um, maar Moby Dick is natuurlijk een wereldberoemd boek. Zelfs voor degenen die het niet hebben gelezen, zullen ongetwijfeld de naam kennen. Uh, kunstenaars zijn sinds jaren dag geïnspireerd door het boek, zo ook in de komende tentoonstelling van het Fries Museum, Otherworldly. Zal de invloed voelbaar zijn van de mysterieuze onderwaterwereld en de witte walvis Moby Dick? Ik ga voor jullie voorlezen het eerste hoofdstuk Vage Vetten. Noem me Ismaël. Enige jaren geleden, het doet er niet toe hoe lang precies, toen ik weinig of geen geld op zak had en aan wal niets bepaalds dat mij bezighield. Vond ik dat ik maar eens wat moest gaan varen en het watergedeelte van de wereld opzoeken? Dat is een van mijn manieren om de gemelijkheid te verdrijven en de bloedsomloop te reguleren. Wanneer ik merk dat ik stuurse trekken om mijn mond krijg, wanneer er een klamme, druilerige novemberstemming in mijn ziel heerst, wanneer ik merk dat ik onwillekeurig blijf staan voor doodkistenwinkels, en de achterhoede vorm van iedere begrafenis toet die ik tegenkom, en vooral wanneer mijn mindere ik zozeer de bovenhand over me gaat krijgen dat er een sterk zedelijk beginsel voor nodig is om me ervan te weerhouden doodbedaard de straat op te lopen en één voor één de mensen hun hoed van het hoofd te slaan. Dan acht ik het hoog tijd om zo gauw ik kan naar zee te gaan. Dit neemt bij mij de plaats in van pistool en kogel. Keto werpt zich met een bijscherige uitspraak op zijn zwaard. Ik begeef me rustig aan boord van een schip. Dat is helemaal niets wonderlijks. Als ze hem maar kenden, zouden verreweg de meeste mensen op hun eigen manier, vroeg of laat, nagenoeg dezelfde gevoelens jegens de oceaan koesteren als ik. Neem nu eens die eilandenstad Manhattan. Omgeven door kaaien als Indische eilanden door koraalriffen. Rondom rolt de branding van de handel, links en rechts voeren de straten u naar het water. De uiterste rand van de binnenstad is de Battery, waar die statige havendam omspoeld wordt door golven en verkoeld door winden die een paar uur tevoren nog buiten zicht van land waren. Kijk er eens naar de dromme mensen die naar het water staan te staren. Loop de stad eens rond op een dromerige zondagmiddag. Ga van Corleys Hoek naar County Slip. En vandaar over Whitehall noordwaarts. Wat ziet u? Als stille wachters rondom de stad geposteerd staan duizenden en duizenden stervelingen verloren in mijmeringen over de zee. Sommigen leunen tegen de palen, anderen zitten op het verste eind van de pieren, weer anderen kijken uit over de reling van schepen uit Sina. Enkele zijn hoog in het wand geklommen alsof ze hun zicht over zee nog meer wilden verruimen. Maar dit zijn allemaal landrotten. Door de week opgesloten tussen tengels en pleisterkalk. Aan toonbanken gebonden, aan werkbanken genageld, gekluisterd aan lessenaars. Van waar dan dit? Zijn er geen groene velden meer? Wat zoeken ze hier? Maar kijk, daar komen er nog meer en ze drommen recht op het water aan. Schijnbaar gereed voor een duik. Vreemd. Ze zijn alleen tevreden met het uiterste puntje van de vaste wal. Slenteren in een schaduw van Gentse winkels is niet genoeg. Nee, ze moeten per se zo dicht bij het water komen als maar mogelijk is, zonder erin te vallen. En daar staan ze dan. In kilometerslange rijen, schouder aan schouder, allen landrotten, komen ze uit stegen en sloppen, straten en lanen, uit het noorden, oosten, zuiden en westen. Maar hier vinden ze elkaar. Zou het kunnen dat, het, dat de magnetische kracht van de kompasnalen van al die schepen hen derwaarts strekt? Iets anders. Stel dat u in het binnenland bent, in een of ander heuvelachtig merengebied. Neem bijna elk willekeurig pad en tien tegen één dat het, het u voert tot in een dal en daar ophoudt bij een diep deel van de stroom. Er is toverij in het spel. Laat de meest verstrooide mens die u zich kunt voorstellen verloren zijn in zijn diepste gepeinsen. Zet die mens op zijn benen, breng zijn voeten in beweging en hij zal u onfeilbaar naar water brengen. Zo er al water is in die omgeving. Mocht u ooit dorst lijden in de grote Amerikaanse woestijn, probeer het dan zo. Als uw karavaan toevallig voorzien is van iemand die in het bovennatuurlijke gelooft... Want ja, zoals iedereen weet zijn bespiegeling en water voor eeuwig onafscheidelijk met elkaar verbonden. En een schilder dan. Hij wil u het droomerigste, schaduwrijkste, vredigste, bekoorlijkste, romantische landschap van de hele Saco-vallei schilderen. Wat is het belangrijkste onderdeel dat hij aanbrengt? Daar verrijzen zijn bomen, alle met een holle stam, als huisde er een kluizenaar in met zijn crucifix. En hier slijmt zijn weide, gins ligt zijn slapend vee, en uit het huisje daar stijgt dromerig een rooksliert op. Diep in het verre bos loopt een kronkelpad, tot aan in elkaar grijpende uitlopers van gebergten, overgoten door het gloeiend blauw. Maar al is dit beeld al dus in vervoering neergelegd, en al schudt deze pijnboom zijn zuchten als bladeren uit over het hoofd van die herder, toch zou alles vergeefs zijn, zo niet de blik van de herder gevestigd, waren op de toverachtige waterstroom voor hem. Zoek de prairie eens op in juni, wanneer u mijlen en mijlen ver tot uw knieën door de tijgerlelies waadt. Wat is de enige bekoring die mist? Water. Er is daar geen druppel water. Zou de Niagara slechts een waterval van zand waren, zou u dan ook die duizenden mijlen reizen om dat te zien? Waarom heeft de arme dichter uit Tennessee, toen hij onverwachts Twee handen vol klinkende munt ontving overwogen of hij zich een jas zou kopen die hij hard nodig had, dan wel zijn geld in een voetreis naar Rockaway Beach steken. Waarom is vrijwel ieder kengezonde jongen met een kerngezonde ziel er vroeg of laat een keer bezeten van om naar zee te gaan? Waarom hebt u zelf op uw eerste reis als passagier zo'n geheimzinnige huivering gevoeld, op het ogenblik dat u hoorde dat u en uw schip nu uitzicht van land waren? Waarom hielden de oude Persen de zee voor heilig? Waarom gaven de Grieken hem een eigen godheid en nog wel de broer van Jupiter? Dit alles is toch stellig niet zonder betekenis? En van nog diepere betekenis is het verhaal van Narcissus, die omdat hij het kwellende, liefelijke spiegelbeeld dat hij in de vijven zag niet kon grijpen, in het water sprong en verdronk. Maar datzelfde beeld zien wij immers in alle rivieren en zeeën. Het is het beeld van de ongrijpbare levensdroom. En hier ligt de sleutel tot dit alles. Goed. Maar als ik zeg dat ik gewoon ben zee te kiezen wanneer het mij voor de ogen begint te duizelen en ik mijn longen te veel ga voelen, dan moet u daar niet uit opmaken dat ik ooit zee kies als passagier. Want om als passagier te kunnen gaan moet men noodzakelijkerwijs een geldbuidel hebben. En een geldbuidel is maar een fot tenzij, tenzij men er iets in heeft. Bovendien, passagiers worden zeeziek, gaan ruzie zoeken, slapen nachtenlang niet, amuseren zich weinig, tenminste doorgaans. Nee, ik ga nooit als passagier. Evenmin, al heb ik iets van een zeerop, kies ik ooit zee als gezagvoerder of kapitein of, of als kok. Ik laat de eer en het aanzien van dergelijke functies aan hen die ervan houden. Wat mij betreft, ik vervoei alle eervolle, eerzame inspanningen en bezoekingen van welke aard dan ook. Het kost me al moeite genoeg om voor mezelf te zorgen, zonder ook te, nog te moeten zorgen voor schepen, barken, brikken, schoenen en wat dies meer zij. En wat betreft het varen als kok, al moet ik toegeven dat daarin aanzienlijke eer ligt, omdat een kok immers een soort officier aan boord is. Nee, ik heb er nooit bepaald mee opgehad kippen te braden. Hoewel, als hij eenmaal gebraden is, met verstand van zaken geboterd en oordeelkundig gezouten en gepeperd, dan zal niemand het meer eerbied om niet te zeggen ontzag over een gebraden kip spreken dan ik. Het komt door de afgodische verzotheid van de oude Egyptenaren op gebraden ibis en geroosterd nijlpaard dat u de mummies van die schepselen ziet in hun rozachtige bakkerijen, de piramiden. Nee, wanneer ik naar zee ga. Ga ik als gewoon matroos, recht voor de mast, ver in het vooronder, boven in de bovenbramsteng. Zeker, ze commanderen me behoorlijk, laten me van ra naar ra springen als een springhaan in een meiveld. En in het begin is zoiets tamelijk onplezierig: het raakt je eergevoel, vooral als je uit een oude gezeten familie van naam komt, de Van Renselaars of Randalls of de Hardy Canutes. En meer nog, als je tot vlak voordat je je hand in de teerpot steekt de scepter hebt gezwaaid als plattelandsschoolmeester, die de grootste jongens ontzag in Boezemde. Het is een pijnlijke overgang, dat verzeker ik u. Van schoolmeester naar matroos. En er is een sterk afkooksel van Seneca en de Stoïcijnen voor nodig om je ertoe in staat te stellen de tanden op elkaar te zetten. Maar zelfs dit slijt na een tijdje. En wat zou het? Als de een of andere oude frek van een zeekapitein mij beveelt een bezem te pakken en het dek aan te vegen. Wat betekent die belediging? Ik bedoel, gewogen in de weegschaal van het Nieuwe Testament. Denkt u dat aartsengel Gabriel me ook maar iets lager aanslaat omdat ik die oude frek in dat speciale geval prompt en eerbiedig gehoorzaam? Wie is er geen slaaf? Vertel me dat eens. Nu dan. Hoe de oude zeekapiteins me ook mogen commanderen, hoe hardhandig ze me ook aan het werk mogen sturen, ik smaak de voldoening te weten dat het zo in orde is. Dat, dat het ieder ander op de een of andere manier net zo vergaat. Tenminste, beschouwd van een materieel of van een bovenzinnelijk standpunt. En zo krijgt de hele wereld op zijn tijd een duw. En we moesten allemaal maar vriendelijk met elkaar omgaan en tevreden zijn. Overigens, ik ga altijd als matroos naar zee omdat ze erop staan met te betalen voor mijn moeite, terwijl ik er nog nooit van heb gehoord dat ze passagiers ook maar een stuiven betalen. Integendeel, passagiers moeten zelf betalen. En er is een hemelsbreed verschil tussen betalen en betaald worden. De betaalplicht is wellicht de onaangenaamste straf waarmee de twee appeldieven ons hebben opgescheept. Maar betaald worden, wat valt daarmee te vergelijken? De wellevende bedrijvigheid waarmee een mens geld ontvangt. Is werkelijk verbazingwekkend. In aanmerking genomen dat we er zo ernstig in geloven dat geld de kiem is van alle aardse kwaad en dat een rijk man in geen geval de hemel kan binnengaan. Huh. Hoe vrolijk roepen we de verdoemenis over ons af? Ten slotte: Ik kies altijd zee als matroos om de gezonde lichaamsbeweging en de zuivere lucht op het voordek. Want aangezien er op deze wereld overwegend meer winden van voren waaien dan van achter, als men de stelling van Pythagoras tenminste geen geweld aandoet, krijgt de gezagvoerder op het achterdek zijn atmosfeer meestal uit de tweede hand van de matroos op het voordek. Hij denkt dat hij de lucht het eerst inademt, maar dat is niet waar. Op vrijwel dezelfde manier gaat de gemeenschap zijn leiders in vele andere zaken voor, terwijl de leiders daaraan daarvan intussen weinig vermoeden. Maar waarom ik het nu, na herhaalde malen de zee te hebben geroken als koopvaardijmatroos, in mijn hoofd moest halen om ter walvisvaart te gaan? Hierop kan de onzichtbare politieagent van de schikgodinnen, die voortdurend toezicht op mij houdt en me in het geheim schaduwt en me op een of andere onverklaarbare wijze beïnvloedt, hierop kan hij u beter dan ieder ander het antwoord geven. En ongetwijfeld vormde mijn vertrekte walvisvaart een onderdeel van het grote programma der Voorzienigheid dat lang geleden reeds was opgesteld. Het paste als een soort kort tussenspel en solo tussen meer omvattende nummers. Ik veronderstel dat dit deel van het programma ongeveer zo moet hebben geluid: Grote verkiezingsstrijd om het presidentschap der Verenigde Staten. Walvisvaart door ene Ismaël. Bloedige strijd in Afghanistan. Al kan ik dan niet zeggen waarom die toneelregisseurs, de schikgrondinnen, mij nu uitgerekend deze schamele rol in een walvisvaart toegedacht hadden. Terwijl anderen waren aangewezen voor grootse rollen in verheven tragedies en kleine en lichte rollen in kleurige blijspelen en vrolijke rolletjes in kluchten. Al kan ik niet zeggen waarom dit nu juist zo moest zijn. Nu ik mij alle omstandigheden weer voor de geest roepen, meen ik toch wel enigszins te kunnen doordringen in het drijfveren en beweegredenen die listig in allerlei vermommingen aan mij verschenen en mij er zo toe brachten de rol op te nemen die ik speelde. En mij bovendien in de waan brachten dat het een keus was die voortkwam uit mijn eigen onbevooroordeelde vrije wil en scherpzinnig inzicht. De voornaamste van deze beweegredenen. Was het overweldigende beeld van de walvis zelf. Zo'n ontzaglijk en geheimzinnig monster wekte al mijn nieuwsgierigheid. En dan de woeste en verre zeeën waarin hij zijn reuze lijf als een eiland rondwendelde. De onbestemde, onbekende gevaren van de walvis dit alles. En al de daarmee gepaardgaande wonderen van een duizend patagonische geluiden en vergezichten werkten eraan mee dat ik naar mijn verlangen ging overhellen. Voor anderen zouden dergelijke dingen misschien geen verlokkingen zijn geweest. Maar wat mij betreft, ik word gekweld door een eeuwige hunkering naar wat ver is. Ik houd ervan verboden zeeën te bevaren en te landen aan barbaarse kusten. Zonder aan het goede voorbij te gaan, bespeur ik altijd onmiddellijk de nabijheid van iets gruwelijks. En zou er desondanks mee kunnen samenleven, als me dat werd toegestaan. Aangezien het nu eenmaal beter is op goede voet te staan met alle medebewoners van het huis waarin men woont. Op grond van dit alles dan was de walvisvaart mij welkom. De grote sluizen van de wereld der wonderen zwaaiden open. En in de ongebreidelde verbeelding die mij tot mijn plan bracht, dreven twee aan twee mijn diepste ziel binnen eindeloze processies van walvissen. Met als middelpunt één geweldige omhulde schim. Als een sneeuwberg hoog oprijzend tegen de hemel.